Yo, we made it! Top of the world! Jerry poept in zijn broek. Uit twee handen heeft hij die hoofdwerker vast. I don't wanna die! Een onbekend persoon die heeft ons gespot. Hij is met een drone omhoog gekomen. En die zit nu ons te filmen. Stelletje gluurburen zijn het. Ik heb de politie gebeld. Die wil niet wegslepen, want het is de vraag wie was er eerder, het bord of de auto. We zijn er weer, Jerry. Back at it! Kuip moet je even negeren. Ik ben van Sparta natuurlijk. Ik ben in Rotterdam. Ik ben net opgehaald door mijn grote vriend Derek Otte. Vlog 4! Vlog 4! En was het 4? Welkom bij vlog 5. Even kijken, waar ga ik beginnen? Er is een vergeten bombardement geweest in Rotterdam. In 1943 is er ook een bombardement geweest. Dit jaar is het 75 jaar geleden. Derek heeft een gedicht geschreven. En we gaan nu... Het gedicht gaat eigenlijk, is geïnspireerd op... Er stond een bloemenkraam op dat plein wat gebombardeerd is. En de schoonzoon van de eigenaar van die bloemenkraam... Daar heeft Derek mee gesproken. Toch Derek? Of misschien kan je het zelf even vertellen. Ja. Dat is de schoonzoon van de bloemist die inderdaad ook bij het bombardement om is gekomen. En zoiets groots als zo'n gebeurtenis wilde ik je eigenlijk heel klein maken. Dat verhaal hoorde ik vorig jaar voor het eerst en dat greep me heel erg aan. En toen dacht ik, als ik een gedicht dit jaar ga schrijven, dan moet het daarover gaan. En als ik dat gedicht heb geschreven en er kwam eigenlijk het idee om dat op een flat aan te brengen. Dat is toevallig de flat waar mijn opa en oma hebben gewoond, waar mijn moeder is geboren. Dus dat maakt het dan ook weer extra persoonlijk. En ja, jij kwam toen met het idee om, zeg maar, omdat het zo specifiek over die persoon gaat, om dan iets in de letters en de kleuren te doen dat ook met bloemen en specifiek met die bloemenkraam te maken heeft. En dat vond ik zo'n toffe driedubbele laag eigenlijk. Neem de afslag naar 1, dat we nu naar Jan aan het rijden zijn. Om in oude papieren te gaan snuffelen en te kijken of we lettertypes kunnen ontdekken, toch? Ik hoop het. Ja, hopelijk heeft Jan nog in het archief fotoalbums van zijn schoonvader. Heeft hij materiaal en dan kunnen we daar of typografie uithalen, of kleuren, of grafische elementjes. En Jan zal natuurlijk ook nog wel de nodige verhalen hebben. Dus... rechterrijbanen voor de afslag naar 1. Laten we gaan kijken. Yes. Hi Jan, John en Derek. Goedemiddag. Hey, Derek. Hi, hoe is het erbij? Alles goed? Hoe is het? Ja, kort makkelijk vinden. Ja, zeker. Hallo, John. Dag, John. Oh, je zegt John. Ja. Aangenaam. Ja. Oh ja, dat is waar. Oké, en dan misschien lachen. Even jezelf voorstellen. Nee, ik ben Jan, dat is Dimi. En weet je ook of we misschien... bepaalde bloemsoorten zijn die jij veel gebruikt? Of? Van die grote roze bloemen zijn, jij hebt ze ook blauw. Van die grote roze bloemen, dat weet ik weer niet. Nee, maar mijn vader had alles natuurlijk. Wij hadden natuurlijk ook alles in de tuin staan. Ja, die roze, dat had mijn vader altijd. Oké. Okay. Vertelde mijn moeder dan. Nou, dan weten we al dat we iets met roze moeten doen. Niet, ik weet even niet hoe ze heten. Maar hele mooie grote planten zijn, dat ze staan overal. Roze en blauw. Dat is dezelfde, zie je. Maar deze is dus uit het puin gehaald. Dat is dus haar vader. Hè? Ja. Deze is dus in het puin gevonden, zie je. Die heeft het gezien met, en die heeft mijn familie ook gekend. Met de brand. Hè? Ongelooflijk. Van een kas. Het zou zijn eigen kas kunnen zijn. Kan ook bij een klant zijn. Ja. Ja, het is allemaal heel kwetsbaar, hè? Want het, is, het brokkelt zo af. Ja, dat was dus een overlijdenskaart. Ja. Hey joh, wie denk je dat niet de stad opgebouwd hebt? Wij hoor! Hiermee bericht ik u dat de tuinman zo ver klaargekomen is dat de tuin, dat u erin zou kunnen beginnen. Dus een ander had het dan al het grondwerk gedaan en dan kon hij met de aanleg beginnen. Hopen dat u zo... Er was heel veel inspiratie bij Jan en Dini. Echt toffe handschriften, hele mooie vormgeving. Maar we hebben uiteindelijk maar één inspiratiebron gevonden die echt uit de zaak van Jan van Ettenkoven kwam. En dat is een kwitantie. Zijn naam staat hier opgedrukt en die letterstijl kunnen we gebruiken. En ik wil ook de grafische elementen verwerken in het ontwerp.
Ik ben inmiddels flink bezig geweest met het ontwerpen. En ik wil het ontwerp even aan jullie laten zien. Dit is de originele kwitantie van Jan. Dit is het lettertype wat we hebben gebruikt voor de flat. Jans favoriete bloemen zijn hortensia's, verschillende tinten roze en blauw. En die in combinatie met het groen van de bladeren wordt de kleurenpalet dat we gaan gebruiken. Voor de flat, maar ook voor de aanzichtkaart die je hier ziet. De layout van de kwitantie, bijvoorbeeld het verticale gedeelte, de streepjes, die komen hier ook in terug. De voorkant van de kaart zijn eigenlijk alle letters van het gedicht in één beeld samengevoegd met de titel eroverheen. De plaquette heeft eigenlijk dezelfde layout, alleen dan wordt er geen roze kleur gebruikt, maar alles wordt gegraveerd in messing. En dit is het monument wat al in het park staat, park 1943. Dat hebben we gebruikt als inspiratie voor de sokkel. De vormen van de sokkel zijn afgeleid van het monument in het park 1943. Het metaal ook, dus als het gaat roesten krijg je na een tijdje een heel mooi contrast. Dat is eigenlijk het hele pakket. Ik kan niet wachten om te gaan schilderen. Oké, we zijn bij de Gijzinglaan aangekomen. Dit is de toren die we gaan schilderen. We hebben een bord geplaatst. Houd deze twee parkeerplekken vrij. Nou, er staat gewoon een auto. De hoogwerker staat om de hoek geparkeerd. Om 8 uur zou iemand zijn om dat uit te leggen. Het is nu 8:30. Of eigenlijk al 9 uur al zelfs. En er is nog steeds niemand. Ik heb de politie gebeld, die wil niet wegslepen, want het is de vraag wie was er eerder, het bord of de auto. En de vrouw neemt ook niet op, die woont in het gebouw. En ik mag haar nummer niet hebben vanwege de privacywet, dus dat begint lekker. Cheers. Staan we dan. Zijn de presentatie. Jerry, wat is er net gebeurd? Een hele hoop. Veel complicaties, veel gezeik. Maar? We hebben hem op zijn plek gekregen. Halleluja. Auto mocht niet weggesleept worden. Maar ze hebben uiteindelijk die vrouw te pakken gekregen, heeft hem weggezet. Na 20 keer rondrijden staat die machine er. En we gaan nu lekker knallen. Let's go, auto uitladen en... Let's go to the top. Hoe laat is het nu? Geen idee. Ik denk 11 uur, net denk over 11. 3 uur vertraging. Top. 3 uur vertraging, yes. Yo, we made it! Top of the world! Yeah. We zitten nu op 40 meter hoogte boven Rotterdam. Thank you. En wie blijft karretje? Top of the world. Euromast achter ons. Oké, de eerste rij letters is af. Jerry poept in zijn broek. Twee handen heeft hij die hoogwerker vast. I don't wanna die! Ja, we zijn gewoon top of the world. Rotterdam. Prachtig uitzicht. En beneden is het best wel hoog. Onze organisatie is nog een beetje zoekende, maar I love it. Jerry ook. Ik hou er nog van. Jerry, hoe gaat het nu? We zijn nu het derde vlak bezig. Gaat al wat beter. Nog steeds in mijn broek poepen, maar naarmate we lager komen gaat het steeds beter. Het geeft een beetje wat uitzicht. Ja. Nee, het gaat goed. We gaan het maken. Let's go! Yay! Persoon die heeft ons gespot en is met een drone omhoog gekomen en die zit nu ons te filmen. Jerry, moeten we even vragen of we die shots kunnen krijgen? Zullen we zo even naar beneden gaan? Spring jij naar beneden of... Hey guys, what's up? Thank you.
Oké, we zijn ongeveer over de helft. Maar het begint flink te waaien. De lol is er een klein beetje af eigenlijk. Dus we zijn nu meer een race tegen de klok, want morgen gaat de hele dag regenen. En ja, en de regenschilder is natuurlijk geen doen. Zaterdag is de opening, dus even kaart doorwerken. Geen tijd om te filmen. Yo, zonsondergang in Rotterdam. We zijn met het laatste paneel bezig. Of nou ja, het laatste paneel. Het laatste paneel met het gedicht. We moeten nog de handtekening eronder zetten. En we kunnen bijna niks meer zien, dus dat moeten we dan morgenochtend gaan doen. Alleen gaat het wel regenen, dus dat wordt even spannend. Maar het was wel een vette dag. En we hebben echt veel gedaan. Over en out. Goedemorgen. Nou, super mooi weer. Mijn schijn bedriegt. Het gaat zo meteen regenen over 3 uurtjes. Dus we moeten die onderste 2 vakken even afmaken en Derek's handtekeningen bijzetten. En dan heeft het nog een uurtje tijd om te drogen en dan kan het de hele week gaan regenen. Oh, weinig slaap. Beetje keelpijn van de onderkoeltijd gisteren, maar I love it. I love Rotterdam. We zijn er weer, Jerry. Back at it. Dan Jerry. Lekker man. Ben je tevreden? Ja, zeker weten. Ga je ook nog wel in hoogwerken werken met mij? Oh, jawel. Oh, okay. Het was even wennen, het was even wennen. Oké. Hey, nice job. Nou, goed nieuws. Ik heb net de plaquette opgehaald. Ik ben heel blij hoe het eruit ziet. Het is heel dieper ingegraveerd. Gewoon een hele clean look. Die indexvinger is ook heel tof geworden. Alle details zijn goed zichtbaar, dus daar ben ik heel blij mee. Yeah, what's up guys? Ik zit in de auto met Ben Plammer. Hij is opgegroeid in Australië, maar hij praat gewoon Nederlands, toch Ben? Ja, ja. En achter ons de plaquette. Ben heeft geholpen met het maken van de sokkel, de zuil. Het is helemaal van metaal gemaakt en we zijn nu onderweg naar het park 1943 om de plaquette te plaatsen en in de grond te graven. En daar gaat Ben me bij helpen. The man can paint, and the man can dig. Sean... that's what men do. En je moet wel Nederlands praten, hè, Ben? I can well schilder and ook graven. What a man, yo. Shine bright like a diamond. Nice one, Ben. You. Ik heb wel in de straat.
altijd hetzelfde. Nee, maar... Goedemiddag allemaal. Mijn gedicht heet Verwelken Nooit en is opgedragen aan Jan van Ettenkoven. Het moment is al voorbij, eer het goed en wel begint. Veder ligt zo'n zaadje tijd, meegenomen door de wind. Het waait zo naar hoofd of hart, tot het daar een bodem ziet. Waar die lach of traan dan landt en voor een leven wortel schiet. Het bloeien vaak verborgen, tot van bloemen wordt verteld. In zinnen op naar morgen, door een nieuw stuk grond omhelst. En zo blijven ze leven, kleuren van voor altijd weten. Wat we woorden geven, raakt gewoon weg, niet vergeten. Met Jan Paulet, zijn vrouw Dini, drijvende kracht achter heel veel van wat hier in en om het park gebeurt. Ik kijk even om me heen, zoals u misschien wat doorheeft, naar of ik de ontwerper. John kan alles vertellen over hoe het eigenlijk het verhaal van Jan van Ettenkoven en de metafoor eigenlijk nog verder is doorgetrokken in het ontwerp. Het was dit jaar heel persoonlijk gemaakt door het echt over de bloemenzaak over de bloemist te doen. En voor de vormgeving had hij mij benaderd. Dus het leek me goed als de vormgeving ook geïnspireerd was op de hovenier Jan van Ettenkoven. Het enige waar we van zeker weten dat dit de vormgeving was die hij heeft gebruikt, heeft mij geïnspireerd voor de schildering en voor de plaketten. Qua lettertype, qua grafische elementen, eigenlijk alles wat in de plaketten verwerkt is en op de muurschildering komt hier vandaan. Ik denk dat een applaus kunnen geven. Ja, iedereen heeft de kaart met het gedicht van Derek. Het is ook een ontwerp van John, al kunnen jullie meenemen om mee naar huis te nemen. Veel ontwerp, heel bijzonder, een dichter uit Rotterdam, een ontwerper uit Amsterdam. Dus een mooie dag vandaag. Ik wil burgemeester Aboutaleh plus twee leerlingen van de GK vragen om de plakket te onthullen. De woorden uit Rotterdam en de daden uit Amsterdam. Af en toe, af en toe. Ik luister heel scherp naar dit soort... Hij gaat in Rotterdam wonen. Hij gaat in Rotterdam wonen, daar heb ik iets gezegd. Volgens mij is het gewoon een mooie striktrek. Daar gaan we dan. Ja. En op de zo. Hij is mooi, hè? Prachtige materialen. Ziet er geweldig uit. Beide heren, hartelijk dank. Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Hey, welkom. Fijn dat u er was. Het gaat nog roesten, dan wordt het zelf als een monument. Komt er nog meer contrast tussen. Ik ga tussen de ontwerpers in. Hoe noem jij de bloemen? De bloemen.